can make that can be made. Met locaties in Mallorca, Ibiza en de Côte d'Azur geeft Fjord Benelux een ongeëvenaarde zekerheid op het gebied van vaarplezier, onderhoud en service. En ik spreek zo meteen managing director Matthijs Kat, want ik wil natuurlijk alles over deze bijzondere boten weten. Nou Matthijs, hoe is het om op de Masters of Luxury te zijn? Ja, nou, het is voor ons de eerste keer. We vermaken ons uitstekend. Maar het mooie is, en daar is eigenlijk voor onze bedoeling ook dat we hier zijn, is dat de mensen die onze boten al 10, 12 jaar lang in de Middellandse Zee zien varen, eigenlijk het merk in de Benelux niet zo goed gezien hebben. Dus we zijn een beetje onder de radar geweest. En dat is voor ons eigenlijk de reden dat we hier zijn, om juist ook deze doelgroep en ja, ons mooie product te tonen. Wat hebben jullie nou de bezoekers allemaal te bieden? We hebben hier natuurlijk een hele mooie boot te bieden. Daar zitten we nu op. En wat we hier ook hebben is een VR 360 graden experience, waarmee je letterlijk in de haven van Monaco ook eenzelfde bezichtiging kan doen. Deze boten worden natuurlijk vooral gevaren in de landen waar het heel mooi weer is. We krijgen steeds mooiere zomers in Nederland. Dus we krijgen steeds meer vragen ook om hier in Nederland ook locaties en lichtplaatsen te regelen om de boot ook hier te hebben. Maar waarbij voor de klanten eigenlijk het hele traject van aankoop en begeleiding en keuze en samenstellen van de boot helemaal begeleiden met de klant. Dat doen we dan lekker in het Nederlands. En dat we met onze partners in de Middellandse Zee zorgen dat het service, de onderhoud, helemaal naar wens is. En het gaat om service, het gaat om ontzorgen. Dat is wat je hier aan boord wil doen. Hoe uitzicht dat dan? Het kopen van een boot is natuurlijk één. Zeg maar, dan heb je de boot en dan is die afgeleverd en dat is één en al blijheid. En dat wil je natuurlijk ook houden. En dat betekent dat er onderhoud en service verzorgd moet worden. En dat doen we met onze partners in de Middellandse Zee, op Ibiza, op Mallorca. Daar zijn we dan op die manier van de partij. En dat regelen wij voor de klanten. Want ik hoor dat er hier ook een primeur is. Ja, we hebben een hele mooie, laten we zeggen, designbrochure gemaakt. En van hoe dat eruit gaat zien. Het is 20 meter lang, 6 meter breed. In hetzelfde concept als waar we nu in zitten. Dus een open dagboot. En dan van dat formaat. Dat is de biggest party venue die gigantisch je kunt bedenken. Ja. Want, en hoe lang is deze boot? Deze is 13,5 meter. Dat is ook niet verkeerd. Dat is zeker niet verkeerd. Nee. Dus waar we nu zitten hier aan tafel, kun je je voorstellen dat op het moment dat je de tafel verder uitklapt, dat je hier met 10 man, 12 man, kun je hier heerlijk van genieten. Een glaasje wijn erbij. Er zitten hele mooie koellades onder de banken waar de wijn in kan. Uitgebreide zonnebedden. Waar je lekker kan liggen. Heerlijk kan liggen na het zwemmen. Lekker op je handdoek met een muziekje erbij. Dus het goede leven. Nou, je hebt hier natuurlijk de cockpit. Grote schermen voor je motorinformatie, navigatie, communicatie zit hier, autopilot en de bediening met een joystick waarbij je eigenlijk om de as kan draaien, zijwaarts kan varen. Zelfs jij kan het heel snel goed geleerd hebben. Oh ja, nou vast. En ja. Ik zie drie plekken, er is natuurlijk altijd maar één kapitein op het schip. Jij mag in het midden. En je kunt je voorstellen dat als je hier 40 knopen vaart en over de golven heen danst, ja, wat dit met je doet. Goed vasthouden dan? Goed vasthouden. Hier kom je uit in de oase van rust eigenlijk. Met een hele ruime master bedroom. Twee heerlijke slaapplekken. Lekker in de airconditioning. Ook hier natuurlijk alle gemakken voorzien met alle lichtbediening en televisie en radio. En dit is natuurlijk ook heel belangrijk voor de dames. Dit is heel belangrijk. Ja, badkamer, douche en toilet gescheiden, staanhoogte. En heerlijk om even op te frissen voordat je naar het restaurant gaat om daar heerlijk uit eten te gaan. Ik denk dat jij hier, je ziet jezelf wel liggen hier. Ik kan wel hier vertoeven een aantal weken. Ja. Nou, kijk eens. Ik neem je graag mee naar Monaco. Oké. Oh, wauw. Jeetje. Wauw. Dit is zo bizar. Ik wist ook even niet waar ik was. Nee. Nou, ik heb het voor elkaar. Ik ga naar Mallorca. Of misschien toch Sint Maarten.